Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij het tweede deel van deze spannende wedstrijd. De Graafschap Fortuna Sittard. En ik ben hier niet alleen. Ik ben de grote Matthijs. Ik ben er steeds. We hebben eventjes koffie gehaald in de pauze. Ja. En nu is het tijd voor de tweede ronde. Het is dus 1-1 geworden. Een resultaat waar we eigenlijk nog heel weinig aan hebben. Want eigenlijk speelde deel niemand zien. Maar we zagen dus dat Fortuna Sittard heel veel gaat voor de afstandsschoten. Een beetje zondagsschoten zelfs. Waar Ballack dus één keer... Mooi schot. Ja, goed afvast bij Neuer. Dus ja, dan krijg je met Ballack, moet je oppassen. Want die hit gewoon afstandsschoten die heel goed zijn. Maar hier komt dan onze man Cristiano Ronaldo. En we gaan kijken of hij inderdaad zijn overpowers we hebben weer. Want hier komt ook Marcelo. De man die eigenlijk alleen maar voorin staat. En die probeert uit te spelen met een skill move. Maar makkelijk doorzien door de kaart. Even iets heel anders, Matthijs. Valt jou op dat de camera-instellingen ook echt heel erg anders zijn bij Dani? Ja, hij speelt wel met een heel andere camera. De televisie is echt veel lager in plaats van wat van boven. Hij voort het spel meer, heb ik het idee. Dus, het is alsof je echt tv aan het kijken bent. Echt letterlijk televisie-uitzending. Ja. Maar ja, Renzo tegen Dani dus. Hele leuke jongens, zoals we zagen ook in het contact naar elkaar toe. Heel rustig. Heel sociaal. Ja, heel sociaal. Zijn heel cool over de wedstrijd zelf. En hopen toch echt wel even de drie puntjes binnen te harken. Dit is een opvallende bal. Ja, maar Neuer maakt er gelukkig wel goed gebruik van. Kan natuurlijk heel goed trappen ook. Heel veel mensen zeggen nog steeds dat Neuer het keeper gerevolutioneerd heeft. Door een beetje een sweeper-keeper te zijn. Ja. Dat hij heel vaak naar voren rent. Hij is bijna sneller dan de hele verdediging. Dus ja, je kan zo zien dat hij ook zijn eigen kwaliteiten heeft. En dat tussen de palen ook net zo goed laat zien. Met goede reflexen, goede reddingen. En ja... Ook hier weer met heel veel momenten belangrijk voor spelers. Zeker. En hier is ook Dani ook weer in de aanval. Moet toch wel even de aanval zoeken. Gullit komt eraan. Dan Ronaldo. En die kan zo'n time shot voor de winnen. En het kiest voor de Eusebio. Oh, wat een redding. Die had eigenlijk wel doel moeten zijn. Maar daar stuurt hij met Bos in de tweede instantie. Oh, daar komt hij erin. Keeper. En daar is een foutje van Fortuna. Keeper, pak eens wat. Ja, nee, het is, laten we eerlijk zijn. Het schot daarvoor had een grote aanmerking. Eigenlijk kan dit niet, maar... Komt er camping, camping. De Graafschap was wel in de aanval. Hè? Ik bedoel, ik vind ook wel dat hij meer aanspraak maakt op dit moment in de wedstrijd. Wij zijn nog maar een kwartiertje bezig. Maar Dani heeft de toon gezet. Hij wil aanvallen. Hij wil het winnen. Het visitekaartje is inderdaad afgegeven. Dat is toch wel een stuk eerder dan in de vorige wedstrijd. En nu hopen dat het niet blijft bij dit enkele doelpunt. Dat zou namelijk een beetje zonde zijn. Want we willen actie zien tussen deze twee. En ja, actie het is wat zo'n hoog niveau. Als het een beetje aanvallend is... Dan is het zo leuk om naar te kijken, dan is het zo oogstrelend. En wat mij wel opvalt, Matthijs, is dat het wel een heel groot verschil is met de eerste wedstrijd. Ja, maar die spannende wedstrijden, dat vind ik altijd wel leuk. Ik bedoel, als je tegen iemand speelt en je staat 5-0 zelf voor, of je ziet iemand die 5-0 afgaat, dan vind ik het minder leuk om te kijken of zelf ook te spelen. Omdat je de focus is minder, je gaat meer vervelen. Je gaat jezelf een beetje meer vervelen, je gaat rare dingen doen. En hier is het opperconcentratie. Geen fouten maken. En als je dan scoort, dan voelt het echt volwaardigend. Je hebt het idee van, ik heb iets goeds gedaan. Wat hier dus dan weer niet gebeurt. De paas wordt namelijk compleet niet aangeraakt. En daardoor wordt het gewoon een doeltrap. Nou ja, weet je, het is ook inderdaad niet... Het is ook leuker als het wat spannender is. Maar het is allemaal heel kort op elkaar. Het zijn allemaal hartstikke goede spelers. Ze nemen hun tijd. Ik vind trouwens even iets daarbuiten. Ik vind het echt fantastisch dat iemand Ronaldinho gebruikt. Ja, je ziet er niet veel, hè? Maar ik vind dat. Ja, ik heb met Milo een keertje gezegd. Want destijds kon die persoon de keuze maken tussen of Ronaldinho of Messi. En ik zou dan toch eerder Messi kiezen boven Ronaldinho, denk ik. Ja, maar nog ineens per se of die goed is, ja of nee. Daar doet het me even niet om. Maar ik vind het gewoon echt van. Oeh, dat is goed, zeg. Ja, het is een van mijn favoriete spelers van altijd om naar te kijken. Maar het is ook die AK en überhaupt die flair die hij heeft. Wat hij uitsteekt. Ik vind het gewoon een fantastische voetballer. Ja, en sowieso is wel Messi-fan, hoor, daar niet van. Maar... Het is op FIFA leuk om met hem te voetballen. Wel leuker dan ook met Messi. Maar ik denk dat Messi dan net dat doortastiger heeft. Hoe is zijn weakfoot van Ronaldinho? 4. Oh, 4, oké. Okay. Die heeft 5-4. Dus dat is heel prima. Dat is precies wat je nodig hebt. En Messi heeft nu al 4-4. Hij heeft altijd namelijk 3 sterren zwak been gehad. Maar nu is dat toch wel weer een zeer competitief voordeel. Dat was toch dat stiftje tegen PSV te laatst. Dat hij met zijn rechterbeen. Was dat toch? Ja, zeker. En die vrije trap. Die mocht er ook wel zijn. Ja, nee, maar met zijn verkeerde been bedoelde ik meer. Ja, dus hij scoort al. Hij schiet al steeds meer met zijn rechterbeen. Ja, maar precies. Hij kan echt alles. Dat is ook realistisch. En het is Messi, dus laten we eerlijk zijn. Allebei we moeten gewoon blij zijn dat we in het tijdperk leven waarin we allebei in actie kunnen zien. Zeker. Alleen helaas zien we hier maar één van de twee toppers in actie, namelijk Ronaldo. Zeker.
Maar ja, goed Ballack zeg. En Eusebio die ook. Dat was goed te zien van de graf. Hij stond er gewoon al. Hè. Ik dacht eerst van, hij moet nu zorgen dat hij snel beweegt. Dat is ook perfecte kruising in vliegen. Maar ja, Noia die zag het al. Telepathie was zoiets. Hij was getimed, hij was groen. Want dat zag je in het, wat het nu wit is boven het kopje van Gullit. Was groen. Dat betekent dat hij goed getimed is. En dan gaat hij 9 van de 10 keer. Ik denk dat Lucille Werner er heel trots zou zijn dat het groen was. Ik bedoel, dat is wat je het graag ziet. Ik bedoel, bij Lingo heb je graag groen. Hier heb je al een groene. Hier houden we van groen. Absoluut. En laten we eerlijk zijn, het is een patch in FIFA, of het is een patch, het is een mode in FIFA dat je dat gewoon kan doen, dat verplaatsen van de keeper. En als je het dan goed toepast, dan is dat een hele grote Zolang de mechaniek erin zit, dan moet je geen kritiek hebben op de speler, je moet wel meer kritiek hebben op de game, dat ze dan mogelijkheid geven. En hij maakt daar nu gewoon heel tactisch gebruik van. Dit is een goede paas, opent de ruimte op, maar daar was de paas dan net te makkelijk doorzien. En Neuer kan hier, als hij geen fout maakt, de bal bezorgen bij Marcelo. En ook met zijn 5-sterren skill moves kan hij ook rare trucjes uithalen. Dat is ook wel leuk om mee te voetballen, maar voor mij, het is niet mijn linksback van keuze. Ik zou dan eerder Alexandre doen of Alaba, denk ik. Ja, eens. Of Roberto Carlos kan ook nog. Ja, hij heeft zoveel keuze. Maar ik ben echt heel erg te spreken over het niveau van beide heren. Ze zijn heel geduldig in de opbouw, maken weinig fouten. En Dani gaat dus nu nog aan kop. Oh mijn god. Renzo. Ik zag Renzo hem al erin vliegen. Renzo van Fortuna Sittard. Zo, niet normaal. Mijn god, hé. Dat had meer verdiend. Ja, zeker. Maar wat een actie. Je zag daar dat Dani koste wat het kost probeerde met Gullit te verdedigen. Hij deed ook van, dit gaan we niet overkomen. Nee, dit gaat mij niet overkomen. Het ging er bijna via een El Tornado, ging het er bijna goed. Ja. En dat soort mogelijkheden die zijn wel veel effectiever nu in deze FIFA dan ooit tevoren. Ja. Want met die volleys, iedereen weet hoe het werkt. Het is nu ook gewoon een effectieve manier om langs spelers te komen. Gewoon zo'n bergkamp flikkie, zo'n klein volleytje achter iemand heen. Dan meteen de bal op de slof nemen. Ja. Je krijgt het best wel tegen, helemaal als je zo'n Cruijff hebt die met 5-sterren zwakbeen alles erin ziet. Cruijff is zo goed op deze FIFA, mijn god. Wat vind jij, Matthijs? Even klaar. Oh, lekker. Jammer dat hij doorgeeft, had niet gehoeven. Maar wat vind jij van de 94 rating van Cruijff? Vind je dat terecht? Ik vind zijn rating eigenlijk net te laag. Je moet hem eigenlijk wel scharen bij de 3 meest invloedrijke en misschien ook wel beste voetballers alle tijden. Ja. Of in ieder geval van de vroegere generaties. Ja, van die generatie inderdaad, de jaren 70. Ja, precies. Dus ik zou hem wel minimaal eigenlijk fijn vinden. Ja, eens. Maar het kan ook ons nationalisme zijn die hoogtij viert. Maar ja, 94. Sowieso met die stats, dan lijkt het ook alsof je eigenlijk veel hoger verdient. Ik bedoel, alles is 90 plus. Ja. Hij speelt ook heel alleen goed. Alleen zijn fysiek natuurlijk, hè. En zijn verdedigen. Ja, het enige ding weinig. Wat ik gewoon heb is, ik zou eerder in plaats van zijn rating zeggen dat Cruijff niet echt een 5-sterren skill moet verdienen. Ik heb het al met Milo erover gehad. Het is niet iemand, eens. Het was deels voor onze tijd. Maar het is al onbekend wel dat Cruijff niet een skiller was à la Douglas Costa of weet ik veel. Ja, hij had natuurlijk die Cruijff-turn had hij. En ik kan me voorstellen dat hij een paar dragbackjes in die tijd deed, maar voor de rest was het eigenlijk niet. Het is een beetje net 5 sterren is wel heel extreem. Ja, een beetje van die trucjes die wel heel vernuft zijn. Het zijn wel mooie bewegingen, maar het is niet enorme vaardigheid met balletjes hoog houden of met skill moves te maken zijn. Eens, ja. Maar alsnog, je hoort mij niet klagen. Nee, heel prima. Tuurlijk. En het is heel erg OP voor zijn kaartje. En daarom is hij ook zo duur transfermarkt. We zagen in de eerste helft. Renzo komt eraan. Kijk naar Dani. Die kan het niet geloven. Leg hem naar mij maar uit, man. Ik weet het niet. Die kan het niet geloven. Ze snappen het allebei niet. Ja, Fortuna zit als altijd. Ja, Renzo denkt, dit is een cadeautje, maar drukte hij op vierkantje, dat is de vraag. En de penalty door Cristiano Ronaldo en die wordt niet gepareerd. Ja, en het is 1-1. Dani kan hem niet geloven. Die zal daar enorm van balen. De vraag. Dus het is nogmaals de jongste speler in de Eredivisie. Kan hij dit mentaal te boven komen? Kan hij ervoor zorgen dat hij rustig blijft? Jongen, dit is wel heel te doen. Het is vervelend. Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen wat hij precies deed. Was het echt zijn fout? Ik weet het niet. Je zou bijna zeggen, het is, als je een rondje gewoon verdedigt, dan is er niks aan de hand. Misschien drukte die vierkantje, maar dat kan ik niet over oordelen. Het alleen weer wat ik kan zeggen is rond de 50e minuut. Precies. Ook. Weer uit de aftrap, weer naar rust. Het is wel heel zuur voor Dani, dat is één ding wat zeker is. En als we ook kijken naar Fortuna in de eerste helft, moeten we, überhaupt deze wedstrijd gewoon de eerste helft, moeten we wel echt zeggen dat de Graafschap bovenliggende partij was. Ze hadden 4 schoten uit mijn hoofd op goal. Fortuna had er 1 en dan krijg je nu zo'n cadeautje. Dit gaat echt parten spelen. Dit kan je echt killen. Zo, en heeft hij hier geluk inderdaad. Want je kan zo die pet 2 keer hebben. Hè? Gewoon dat hij een verkeerde tackle doet. Want de computer soms
bestuurt. En dat je dan vanaf daar een penalty tekent, dat zijn heel zure momenten. Heel die wens het niemand. Met Dani. Heel erg te doen met die jongen. Ja, en dan als hij nu een beetje ongeluk krijgt, Marcelo. Hij speelt wel heel aanvallend, Fortuna, met zijn. Ik vind het echt... Oh jee, hier kan het gebeuren. Oh, Nooyen met een redding die belangrijk is. Wat een niveau. Ik kan echt genieten van dit niveau, echt oprecht. Dit, ja. dit is echt heel goed FIFA wat hier wordt gespeeld. Er zijn geen veel goals, maar man, wat spelen ze rustig. Ze zijn wat zo aan elkaar gewaagd. Ze maken zo weinig fouten. Dit is, ja, inderdaad, ze zijn heel erg aan elkaar gewaagd. En dat maakt het gewoon heel leuk. Ik ben helemaal enthousiast over. En die ene fout, daar kan Dani eigenlijk letterlijk gewoon niks aan doen. Nee. Dat zou iedereen kunnen overkomen. Ja, inderdaad, dat sowieso. Ik weet niet precies wat hij deed nogmaals, maar het is heel lullig op de manier waarop. Hij heeft hartstikke hard gestreden voor die voorsprong. Een terechte voorsprong in deze wedstrijd, zeker. Vorige vond ik wel meer terecht dat het er gelijk was. Maar het is heel lullig. Maar daar moet je ook tegen bestend kunnen zijn. Hè? Ja, je moet die tegenslag kunnen verwerken. En dat, zeker. Omdat je dus op zo'n hoog niveau speelt, dan krijg je het risico dat je momenten tegen je krijgt terwijl je al heel moeilijk een wedstrijd aan het spelen bent. Dat zal je zelden meemaken, misschien met Menno, maar dat het meer dan 3-0 wordt. Dat zie je er bijna niet. Nee, ik ben heel erg benieuwd wat hier nog gaat. Zouden ze tevreden zijn met een gelijk spel? Zouden ze denken van, nou laten we de laatste minuut nog die aanval opzoeken? Nee, lijkt me niet. Ik denk dat ze van allebei wel weten dat dit al bijna een roppen voor onder scenario is. En de eerste wedstrijd, en dat is wel heel raar om te zeggen, maar... Vijf wedstrijden worden er gespeeld, hè Matthijs? Ja, maar je weet van allebei gewoon dat elke dit punt is mogelijk, dat dit een mogelijk punt is. En dat inderdaad ieder punt ook belangrijk is. En je hebt dan nog een paar Rokers waar je tegen moet voetballen. Ja. Je hebt nog best wel een aantal clubs waar tegen je puntjes kan pakken. Maar een lijst aanvoerder zoals Feyenoord, daar pak je niet zomaar punten van. Ook Excelsior heeft heel goed gespeeld. Ja. En dan wordt het toch heel erg moeilijk om te zorgen dat je nog punten kan pakken. Oh, kijk eens, er is hier is heel veel ruimte. En dat is een schot en ook een doelpunt van de Graafschap. En laten we ook zeggen dat het wel een klein beetje terecht is. Maar wat een aparte goal. Frustratie ook van Renzo. Die zegt dat het gebroken, gewoon een heel overpowered manier van scoren is. Ja, het zit helaas in de game voor nu. We werken in je voordeel, daar ben je er blij mee. Maar op deze manier kan ik me voorstellen, op zo'n rare manier, dat er de goal wordt gescoord. Maar... Het is inderdaad, het zit in het spel. En we weten komt dat het kan. En gebeurt het in jouw voordeel, dan zou je het ook gebruiken. Precies, en Cruijff komt er nu nog doodelijk ingewisseld. Henry op verdedigend mid. Dat is wel lekker hoor, Cruijff 94, even voor de laatste 10 minuutjes, kwartiertje. Ja. Man, wat een luxe. Als je die luxe inderdaad hebt en de camera wordt er nog aangepast naar klassiek. Kijk of dat een groot verschil gaat hebben. En wat er allemaal nog meer veranderd gaat worden. Het automatisch schakelen wordt op laag gezet. Nou, dat is iets wat ook niet iedereen doet. Nee. Maar je ziet vraag het zelfs... me ook af een beetje, je moet daar ook een beetje in verdiepen wat daar nou precies de... Ja, het is vooral als je bal over de lucht krijgt van die heel snelle passes, dan wisselt de computer nog wel eens voor je. En dat kan heel vaak in het nadeel werken. Maar hier komt Cruijff, die is op zijn fitte beentjes en 100 keer zo goed als spelers die een beetje vermoeid zijn. En Ronaldo hier met een mogelijk schot. Hij krijgt de ruimte, doet ook een heel erg creatieve skill move, maar het werkt niet. Voor de tweede keer Renzo. En wil bij zijn debuut toch wel even zo'n lekkere... Hoe heet hij ook weer? De Bolasie? Het is de El Tornado. De El Tornado was het inderdaad. Georgie Best, ook een van de meest spraakmakende karakters in het voetbal. En legend. Zo, Cruijff, we hebben daar meer woorden wat we moeten vertellen. Renzo wil nu wel echt aanspraak maken. Komt, korte hoek kan hij nog. Korte hoek, wat een redding. En die is, wat is dit? Renzo, het zit niet mee, maatje. Het zit niet mee. Nou, hij kan het wel een penalty cadeau. Ja, dus deze avond dan. In principe heeft hij inderdaad wel die penalty gehad. Maar hij maakt wel een goede actie in deze goal. Deze actie had misschien wel wat meer verdiend. Er zijn een stuk meer wapenfeiten in deze wedstrijd dan in de eerste ronde. Zeker, het is een open wedstrijd. Een leuke wedstrijd, veel kansen, goed spel. Kijk, daar komt ruimte. Daar is gebeurd. Georgie Best. En daar is hij dan 2-2. Dani Visser kan het niet geloven. Hij baalt, maar het hing in de lucht, want de aanval was continu. Hoeft de celebration ook niet te doen, Renzo. Wilt gelijk door 2-2. Hele leuke open wedstrijd, Matthijs. Wat denk jij, welke kant het opgevallen? Ik ben eigenlijk bang voor gelijkspel. Ik denk niet dat er nog iets meer gaat gebeuren. Tenzij Dani nu toch wel ontdaan is van zijn 2-2-doelpunten, omdat ze allebei voorkomen hadden kunnen worden. Ik denk door het geduld van Dani, wat hij nu nog heeft, denk ik dat Dani nog gaat scoren. Ja? Ja, ik denk het wel. Nou, ik zou niet zo op... Nou, trouwens, nu je het hier zet, hier komt Eusebio. Oh, de redding van Neuer. Ik vreesde altijd voor een gelijkspel, want dat zou voor beide partijen iets zijn waar ze niet tevreden mee kunnen zijn. Ik ga toch nog even lekker ouderwets gewoon even lekker op een overwinningje zetten. Het is unlikely, maar we zetten er gewoon even lekker op in. Precies, maar ik ben op dat gebied iets
iets minder optimistisch. Cruijff met de rug nummer 13. Doet me wel een klein beetje pijn, maar we gaan lekker verder. We gaan het gewoon doen alsof we het nooit gezien hebben. Ik bedoel, we zullen ook zelden Cruijff in de Fortuna Sittard shirt zien. Dus op dat gebied moeten we dat even tezijde houden. Maar Ballack is Ballack er net pas ingewisseld, want die kan er helemaal rennen. De hele energie is er helemaal voor, dus die is waarschijnlijk net pas gewisseld. Ja, want denk die ik wel. De hele stamina voor. Ook Han Rienok heeft ook de mogelijkheid om iets klaar te spelen. Probeert het rustig te spelen langs de zijlijn. Gullit het misschien met een afstandsschot. Wat gaat hij doen? Door naar Henry. Hij zag hem bij zijn keeper. Hij beweet hem wel. Hij beweet hem met mannenmacht te hopen. En ik denk dat Dani daar gebruik van wil maken. En dan komt de voorzet in. Ja, hij zag hem bij zijn keeper. Hij zag het. En dat kan hem zijn. Ik bedoel, best kan hij dat gebruik maken. En dat maakt hij ook gebruik van. Goed gebruik maken van die fixture binnen de game. Om die keeper te veranderen van de hoek. En Renzo mag nog één keer komen. Nou, zet hem op, jongen. Ga laatste dan. Laatste actie van de wedstrijd. Ga er dan voor. Dan ik ga er dan voor. Laatste minuut. Georgie Best kan hier de concentratie goed blijven. Wat een goede actie. Het kan actie. Nog gebeuren. Oh, hij wil het nog een keer doen. Ik zie een lach op Renzo's gezicht. Renzo, die Eredivisie, is een leuk persoon, Rijker. Zeker ook met Dani Visser. Twee leuke gasten die erbij zijn gekomen. Een gelijk spel en een terecht gelijk spel wat mij betreft. Dani Visser had wel iets meer kans in deze wedstrijd. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.